eerst met de klas, met de school, kwamen we hier iedere jaar met mooie LD bloemetjes brengen. Daarna met mijn grootouders, die hebben een forse vak en graf geadopteerd. Ja, en dan liep je hier rond en dan zag je wel plekken waar nooit geen bloemetje lag. En toen kwam de gedachte van, goh, laat ik eens kijken of ik dat ook kan gaan doen. Mijn zus heeft het graf van mijn grootouders overgenomen en wij hebben er inmiddels 4. En van hem, van Herman Peck, daar hadden we eigenlijk heel weinig informatie van. Konden we ook niet krijgen in eerste instantie. Ja, er was geen computer, er was niks natuurlijk. Ik wist de naam, dat wist ik, en dat was het eigenlijk. Zijn geboortedatum en een sterfdatum. Hij is in Groesbeek geland. Ik dacht dat hij bij het 505e infanterieregiment gezeten heeft. En hij heeft gevochten op de Kiekberg bij Plasmolen en daar is hij overleden. Hè. Dat was een gebied waar heel veel Duitsers zaten en dat gebied moest geklaard worden van de Duitsers. En er is vreselijk gevochten en er zijn ook veel militairen gesleuveld destijds. Dat was in september en pas veel later is hij hier begraven, want het was oorlogsgebied en hij kon niet vervoerd worden waarschijnlijk. Want er is een groot verschil tussen de dag van overlijden. Ik meen de 28 of 29 september en hij is pas hier 9 oktober of zo begraven, dus dagen later. En hier staat Herman Peck gemeld. Hij lag in plot E, rij 2, graf de 29. En hij is gestorven op 29 september 1944. En dus toen Market Garden min of meer afgelopen was. Hij lag dus in plot E. En plot E op deze begraafplaats. Dat was dit plot hiervoor. November 1947 zijn ze begonnen met het ruimen van de graven hier. En toen kregen de Amerikanen die kregen de mogelijkheid om de gevallenen te begraven in Amerika of in Margraten. En die Herman Peck die is dus in Margraten begraven. Wat bent u wel te weten gekomen van Herman Peck? Ja, dat hij eerst is, in de buurt van Nijmegen is overleden, dat hij daar ook begraven is. Dat hij getrouwd was, een vrouw had. En dat was eigenlijk zijn ouders en had 1 zus. Ja, dat was wat we wisten. En dat hij 27 jaar was. Ja, het was heel semier, maar dit beetje hadden we. Maar we hebben geen contact met die familie kunnen krijgen. Of daar nog iets van is, is voor ons momenteel een grote vraag. Maar het is zo, ja, er wordt een gedachte en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste.